een pakketje van Joshi ontvangen. Want Josh die heeft samen met Masha van Beauty Gloss een Masha planner gemaakt. En ik ben een van de gelukkigen die hem heeft. Want het is een limited edition met een beperkte oplage. En ik denk dat ze nu al uitverkocht zijn. Ze gingen zo ontzettend snel. Maar ik heb hem dus gewoon. Dit is toch. Het is ivory, de kleur. Yeah, hij is echt mooi. Het is ook meer een soort. Je kunt hem dus ook gewoon gebruiken als. Als stapelboek, zeg maar. Wat zit er van binnenin? Nee. Dan gaan we eventjes binnenin. Hier, de Money Challenge. Er zit dus een moesje in. Je kunt hem dus helemaal zelf personaliseren. Want mam, ik kan je eigen naam daar neerzetten. Ja, klopt. Want het is allemaal onbeschreven. Hier heb je de maand. En dan heb je hier gewoon de dagen van de week. En dan kun je dat zelf invullen. Dus ik zou nu al kunnen beginnen, bij wijze van. Kijk, alle maanden staan hier. Die kun je dus daar weer op plakken. En stickers met to do en clean up, workout, wishlist, give a compliment. Heel belangrijk, hè? Om elkaar complimentjes te geven. Nou, en zo kun je op die manier, zitten ook zulke soort stickertjes bij. Helemaal leuk. Dus een keer voor vakantie, date night, heel belangrijk natuurlijk, party en me time kun je allemaal inplannen met stickertjes. Maar deze, en ik weet dus dat soort van ditzelfde vegan leather, dus in de spring collection van volgend jaar, komt deze terug in schoenen en in tassen. Dus mijn man die wordt hier niet blij van, want ja, die denkt natuurlijk van oh my god. Tassen aanschaffen in dezezelfde matchy vegan leather. Dat ze moeten verdienen. Dus ik ga heel hard werken om te zorgen dat ik de bijpassende tas in februari, maart gewoon erbij kan kopen. Een fijne tas. Wat is het? Nou, ik heb er nu een opleidingsdag op zitten, dus ik ben best wel moe. Maar we gaan zo eens even bedenken wat we gaan koken. Oh. Ik denk aan iets van rijst met groenten. Nee! En currysaus zonder curry. Met zit helemaal in mijn hoofd. Het is zondag en het is super mooi weer buiten. Mark die is hardlopen voor een heel lang stuk. En ik ben net met de kindjes naar de stad geweest. Eventjes lekker, eventjes heerlijk in de stad gelopen, in het zonnetje. En nou, ze zijn nu echt super leuk aan het spelen buiten. Dominka die heeft net een hinkelbaan gefixt op de grond daar. Ik ben nu nog even wat gaan maken. En Boas die is ook heerlijk aan het kleuren. Op je eigen, Bo. Op je eigen. Dat begrijpt hij dus. Ja, dat begrijpt hij. Ja, hè? En ik heb deze gemaakt. En ik zie heb het. Die poes gemaakt. En ik heb die een hinkelbaan gemaakt. Maar die ben ik bezig met een regenboog. Wel heel super gezellig zo met die kleurtjes. Waar is die oranje nou gebleven? Hier ligt genoeg oranje. Oranje. Nou. Boas op de vloer, hè? Of op de stenen. Op de vloer, maar. De stenen. Zo, en ik heb. Beetje donker zo. Ja, ik ga thee maken en drinken. En koekjes. Oké, nou, mijn batterij is bijna leeg. En ik ben lekker donker zo. Jullie zien er geen reet van. Even kijken hoor. Kijk, daar ben ik. Even een lampje aan.
goed. Nou, het zeg ik, mijn batterij is bijna leeg. Maar ja, ik heb superleuk kennismakingsgesprek gehad met aanstaande ouders. Zij is nog in verwachting. En nou, wie weet rolt daar wat uit. Superleuk natuurlijk. Dus ja, vind ik altijd heel leuk om te doen. Omdat ik dan echt mijn kan laten zien wie ik ben en wat mijn passie is. En nou, dat. Dus, oké. Okay. Ik ga nu eventjes, ik vlieg even in de thee. En ik ga mijn batterij even verwisselen. Ik ben zo terug. Wat ga je doen, Bo? Is hij leeg? Ik ga voor jullie eventjes drinken maken. Ga maar naar de Minka, Boas. Open. Ga je de krijtjes er weer in doen? Nee. Nee? Nee? Nee. Open. Nee, je moet naar buiten. Moet weer naar de schuur zo meteen. Hij is 2, jongens. Open. Is hij op? Oké. Nou, is hij op? Wou je dat even zeggen? Neem je weer mee? Ja. Kom maar, gaan we Dominka roepen. Wil jij een koekje? Nee. Moet je die? Nee. Nee. Hij is 2 en ik weet soms niet wat hij wil. Nee. Ja? Oké, nou kom. Nee. Gaan we Dominka roepen? Hè? Nee. Dominka, drinken en een koekje. Kom eens kijken. Ik zie het. Wauw. Mooi! Onze hele tuin. Helemaal onder de stoep krijt. Ja. Willen jullie de krijtjes even opruimen? Maar ik wil zo nog verder. Oké, je wil zo nog verder. Oké, nou kom. Kom je koekje eten? Koekje. Koekje? Ze zijn aan het stampen. Stampen, stampen, stampen met je voeten. Hè? Kijk, en Mark zal ook wel binnen nu een paar minuten thuis zijn. Doe je de deur dicht? Deur dicht? Goed zo, jongen. Kom maar. Gaan we koekje eten? Ik wil er 3. Oh. Ik wil er 2. En als dat niet nee, je mond hoeft niet. Alleen dan is hij aan je. Misha. Misha, kom eens Misha. Misha, waar we net tegenkomen. Kijk, enjoy. Dat is toch leuk een koekje openmaken? Geniet. Nou, wat gaan we doen? Mag ik er 3? 2? Even kijken, er zitten er 3 in. Eén voor Boas, één voor Dominka. En dan kunnen we nog een ieder de helft. Wat vind je ervan, Bo? Huh? Ik wil het Dominka, iets groter stukje. Zo. Alsjeblieft. Ik doe eerst deze. Nou. Oké. Even kijken. Want wij hadden knetterbad van de Hema, dat is knetterzout. Die doen we een andere keer. Superleuk. En nu hebben we deze badwater kleurtabletten. En Dominka die wil heel graag een roze. Dus in blauw. Groen en rood. En het ruikt naar stokjes. Van die spekkies. Nou, we gaan het eventjes van het bad lopen. Eerst vol. En dan gaan we het zo er even in doen. Nou, Mick. Stokje hem erin. Oeh, die is cool. Wow. Echt bruistablet. Dus ga. Ja, het ziet er wel heel creepy uit. Ga zo in de nata zitten. Oh, heel top.
Nou, wel. Super veel plezier ervan, denk ik. Want dat past, volgens mij kostte het iets van 2 euro. En daar is Boas. Daar is papa. Kijk eens. Oh, Marina. Uh-oh. Zo, goedemorgen. Het is maandag. En nou, dit, als Dominka er zeg maar niet is, die is naar school en Mark is werken voor een ochtendje, dan is dit wat Boas het liefste doet. Ik zal het even laten zien, want we hebben hier een heel dierendorp staan inmiddels. Er is één bak en daar zitten allemaal houten spulletjes in. Allemaal houten blokjes en puzzeltjes. En een boom. Nou, en dan... dan geeft Boas het aan en dan moet ik het allemaal opbouwen. Daar staat ook een hele hoge toren. Ja, dan komt er weer een plankje van de puzzels. Dus, dit doet hij een paar keer per dag. En dan vindt hij het leuk als ik de torentjes maak en de huisjes. Nou, en dan en Boas die is maar heen en weer aan het lopen. Oh, had je nog een giraf? Giraf erbij. Hè? Ja, en nog een pinguïn. Op dit moment is dit de story of my life. Dus dan hebben we dus de hele la gehad nu. Want dat is dan zo'n gele la die hij dan helemaal uithaalt. En dan gaan we met het volgende aan de gang. Dat is ja, hoe noem je dat? Zo'n paal. En dan kan je er allemaal dingetjes aan, omheen doen. Met zo'n gat erin. Dat is het volgende wat hij dan pakt. En zo maken we een heel dorp. Hebben al. En gek genoeg vindt hij het niet erg als ik het dan straks weer opruim. Want dan begint hij gewoon weer overnieuw. Hé, Boas. Even kijken hoor. Hier. Nou. Ja. Dan begin je gewoon weer overnieuw, hè. Maar dat geeft niet. Want daardoor leert hij wel alle dierennamen kennen. En alle... dan een leeuw en een pinguïn en een zebra. Ja, en dan... Dus op die manier zijn we ook bezig met zijn taalontwikkeling. Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk. Ook omdat er op deze blokken, dit is Engels, hebben mijn ouders ooit meegenomen uit Amerika. Maar er staan ook plaatjes op. Dus we zijn heel erg bezig met plaatjes kijken, taalontwikkeling. Nou, goed. Boas? Nou ga je, nou pak je van alle, oh je gaat me even beter maken, dankjewel. Tjoetje. Oh, fantastisch. Hé, hey, we gaan jouw haar even doen. Ik ga jouw haar even kammen. En dan gaan we even wat boodschapjes halen. Wat dacht je ervan? Ja? Goed? Hé? Hey? Want de toetjes zijn op. Even een pak vla halen voor jullie. En eventjes naar het kruidvat. Ja? Dan kunnen we straks weer fruitje eten. Zal ik je haar gaan doen? Ja? Nou, kom. Ga je haar kammen. Dan gaan we eventjes naar de winkel. Nou, het resultaat van een half uurtje bouwen. Nou jongens, we zijn nu... Het is nu rond een uur of 3. Mark die was thuisgekomen van zijn werk. Normaal gesproken had ik nu achter de laptop moeten zitten. Maar omdat het zo mooi weer is en omdat het zo warm is, hebben we besloten om gewoon eventjes die laptop dicht te laten. Oké. Okay. En ik loop een beetje met die zon verkeerd. Maar dat is dus de ultieme rijkdom voor mij, dat ik kan kiezen wat ik ga doen. En dat die vrijheid die je dan hebt, ga ik vanavond nog even knallen.
Nee, wat na knallen. Wat? Vanavond moet ik nog wel even werken. Oké. Maar goed, ik heb die vrijheid. Kunnen wij nog een stukje doen? Ga jij slapen? Maar nu even genieten van het heerlijke nazomerweer. Of nou ja, eigenlijk is het gewoon herfst. Maar het voelt als nazomer. Het is echt koortjes. Nou goed. Nou, we zijn inmiddels aan de dinsdag beland en Boas die is aan het verven. Dominica ook. Ik hou krassen. Jij, kunstwerk maken net zoals Boas. Mm-hmm. Ik ga ook zo mee. Even kijken, Bo. Geel? Geel. Oh, voorzichtig, hè? Nou, Dominica die was dus begonnen met verven. En toen dacht Boas, toen hij uit bed kwam, yes, dat wil ik ook. Nou, je ziet dat hij niet alleen op papier verft, maar ook op zichzelf. Heeft Dominica nooit gedaan, dat soort streken? Ja, ik was puur. Wauw, heel mooi, Miet. Maar Boas is echt een boefje. En ik keek net heel eventjes niet omdat ik voor Dominica bezig was. Om verf te mengen. Nou, je moet er dus continu bij zijn. Want echt, Mondriaan is er niks bij. Hè? Een beetje. Nou, en hier. Kijk. Hier zit een klein jongetje. Die is er ook nog. Gezellig. Hè? Dus ik ben ook aan het werk. Maar, nou, hartstikke leuk dit, hè? Ja. My god, dit is een hele mooie kom maar. Kleur. Wil je er nog wat meer op? Ja. Wil je nog meer geel? Mam, dit wordt echt een hele mooie kleur. Wel heel mooi, hè, Bo? Als je oranje, oranje en rood doet en paars, dan wordt het een hele mooie kleur. Ja, Miek. Mijn stempel. Ik zit er inmiddels ook onder, maar goed. Ik heb een blauwe stempel nodig. Ja. Nou, wel leuk. Oelala. Blauw. Net paars en het rood en nog maar het oranje, man. Dit wordt echt mooi. Wow. Je hoeft niet op jezelf, hè? Mama, het wordt een nog mooie kleur. Echt een nog mooie paars. Fantastisch, Boas. Nog een mooie paars. Wordt nog een mooie paars dan normaal. Ja. Maar het wordt nog een mooie paars. Nee, nee. Nog een mooie paars. Heel mooi, Boas. Nee. Ja? Mag ik nu ook groen? Ja, jij mag groen. Oh, oh. Even zien. Welke wil je nog meer? Dit is ook een stempelding, Bo. Ja. Ja. Ga maar. Oranje. Ik kan mooie kleuren maken. Ja, ik zei dat het mooi werd. Boas. Baby. Ja. Oh-oh. Oh-oh. Oh nee. Zal ik hem even omdraaien? Kijk. Hier heb je nog een stukje wit. Ja, heel mooi. Nou, heel mooi. Nou heb ik nodig. Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. Ja, geweldig, wat mooi. Kijk eens. Kijken, Boas. Ga maar kijken. Pak jij er ook maar even. Kijken. Ja. Goed zo, Boas. Bedankt. Mama, we hebben allebei dezelfde. Goed zo. Kom maar, Bo. Kom maar, Jochie. Hij zwaaien, Jochie.
We hebben echt allebei dezelfde. We hebben allebei goud. Fucking. Hij weet niet wat hem overkomt. Een lekker ding is dit. Goed hè? Die zit er gewoon lekker door. Dus je mag een snoepje pakken. Ah! Ook voor Boas. Hetzelfde als wij het hebben. Oh, lekker. Nou, voor Boas ook. Voor Boas een zebra. Pak maar. En voor mij. Ah, ik heb pinguïns. Goed zo. Nou, nou hartstikke die wou ik ook. Oké. Die wou ik ook. Ik had goed gemikt, zeg. Heel mooi. Wat goed in de roos. Kom ook. Kom maar door, door, Boas. Ik wacht hier. Bello. Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Wauw. En wat heb jij een leuke lampje? Ja. Een klein mini-pompoentje. Ja. Wat leuk. Crea Bea. Ja, Pak maar. Zeg je dan, Bo? Dankjewel. Nou, eigenlijk wil ik nog één. Met het hartje. Kom maar, Bo. Begin er nou een beetje te snappen. Kijk eens, lieverd. Hé, ga je zwaaien? Ga je zwaaien naar me? Volgend jaar een liedje zingen. Dat denk ik ook. Volgende keer, hè? Ja. Ja, heel goed. Dat is nu nog net vroeg. Zo, nou, er was geen optie dat Boas niet meeging. Die moest en zou meegaan. Laat je uit. Ik had bewust geen lampion voor hem gemaakt, omdat, omdat ik echt zoiets had. Ja, dat kan. Want ik had echt zoiets van, in verband met corona en dergelijke, zal het toch niet zoveel worden. Maar hij stond helemaal in vol ornaat met zijn laarzen van ik wil mee. Nou, en dat ging eigenlijk best goed, hè, Bo? Hij dus volgend jaar ook een lampion voor Boas. Hij heeft Boas ging naar iedereen zwaaien en die stond echt zo van, oh, oké, dit is nieuw voor mij, maar... Hij deed kom maar. Het top. Jij deed het echt top, hè, Boas? Goed, nou, we gaan eens even kijken wat de opbrengst is. Misschien komt er wel meer. Ja, dat kan. Ja. Kijk, en jongens, dit is dus de lampion van Dominka. En? Hoe mooi, Minkie. Ik vind hem echt heel mooi. Heb je dat nou dus wel met zo'n gutsmesje gedaan dan? Zesde klasser. Oh. Heb dat gedaan met zo'n schut. Zesde klas. Oh, Boas, kom maar. Ah, oh. Kom hier weer. Nou, toen werden we weer gestoord. Maar dit is wat we hebben opgehaald. Wow. Super veel, man. Lekker, twee mandarijntjes. Daar Boas allebei. Boas die duwt mij echt zo weg van ik wil ook kijken. Nou, die chippies die eten we van het weekend wel op. Mama, mag ik nu eentje? Ja, even een kijken lolly? Wat voor Boas handig is. Een lolly, zoiets. Nee, een lolly lijkt me nu niet handig, schatje, want we gaan ook zo naar bed. Deze? Dat mag. Wat zit hierin? Boas, wil jij rozijntjes? Ja. Deze? Alsjeblieft, jongen. Oh, ja. Lekker eten. Zal ik je helpen? Ja, mama even helpen, hè. Mama even helpen. En ik heb... ja! En ik heb dus ook in verband met alle kindjes die langskomen, hangt er nu een poster op het raam dat we nieuwe kindjes zoeken voor onze gasthouder op vaart. Ja! Lekkere marketing stunt, Jane. Hè? Kijk eens. Ja. Zo weet iedereen dat wij kindjes... Drie. Dat wij kindjes opvangen. Gewoon echt... kom je spelen... Wat heb ik er opgeschreven? Dat weet ik nog niet. Kom je spelen bij Dartel en Blij? Nee. Wij hebben weer plekjes vrij. Dus dat hangt nu op het raam. Ah. Ik denk, ja, er komen nu zoveel ouders met kinderen. Mm-hmm. Hallo. Mm. Ik denk, er komen nu zoveel ouders met kinderen. Dat wel eventjes goed is om te doen. Zo weet iedereen dat wij plekjes vrij hebben voor onze gasthouderopvang, hè? Dus, nou, top. Sinterklaas kapoentje.
schoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje, Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in mijn lichtonder, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. En lieve Boas. Sinterklaasje, kapotje. Nou, kom, we gaan. We hebben daar nog een boekje van Woesel en Pippen, Sint. Ja! Leuk. Nou, maar die laten we hier wel. Dan kunnen alle kindjes er mee lezen, hè? Nou, we gaan naar boven en dan gaan we bekijken wat er in de schoentjes terecht komt morgen. Dat weet ik al. Hè? Wat dan? Zeg het. Wat? Zeg het. Hey. Kom maar, Bo. Hij snapt dat niet, omdat jij de weg staat. Kijk, Bo, hier. Chocola! Chocolademunten! Hé, Aartje. Openmaken? Nee. Echt een boek. Chocola, ja. Chocola. Chocola. Wat een boekje. Oh, dankjewel Sinterklaas en Zwarte Piet. Eigenlijk komen dit jaar alleen de pizza. Ja. Dankjewel pizza. Ja. Bo, wat heb jij voor boekje? Van Woesel en Pip, een schoenboekje. Dominka die heeft iets met dieren. Wat ben je nou? Nou, kijk, ze zijn aan het zingen bij de schoen. Bo, aan de schoen zetten. Dan gaan ze zingen bij de schoen. Leuk. En dan komen er cadeautjes in de zak. Ja. En die. Ik wil er één. Oh, een hele grote speculaaspop voor Molletje. Dat is ook geld.